Dames en heren, als je geneeskunde hebt gestudeerd, kun je allerlei richtingen kiezen. We hebben net gepraat met een fysiotherapeut, we hebben net gepraat met een huisarts, met een specialist. Een van de specialismen naast cardiologie is sociale verzekeringsgeneeskundige. Daarover ga ik praten met Rembert Weijers. Rembert, welkom in de uitzending in Café Anneke. Jij hebt een heleboel hobby's die ook gedeeltelijk nog een inkomen opleveren en je bent sociaal verzekeringsgeneeskundige. Je doet aan fotografie, aan muziek, automatisering en je bent werkzaam geweest als sociaal verzekeringsgeneeskundige en je bent daarnaast nog traumaarts. Ja. Daar gaan we het dadelijk allemaal over hebben. Maar eerst wil ik het hebben over alle bezuinigingen in de gezondheidszorg. Elk jaar worden de budgetten overschreden. De vraag heb ik vandaag aan iedereen gesteld. Wat vind jij ervan dat die budgetten worden overschreden? Wat zijn de oplossingen? Nou, dat budgetten worden overschreden, dat heeft iets te maken met de historie hoe ze zijn toegewezen. En in de gezondheidszorg, met name aan de huisartsen, is een open einde toegekend. Dus dat gaat op een gegeven moment overschrijden. Dat is ook niet gek. Maar de voorstellen zoals die er nu liggen, betekent dat je dus de huisartsen gezondheidszorg voor 132 miljoen gaat korten. En dat betekent dat je een stuk van de poortwachtersfunctie weghaalt. Nou, dan zet je dus de deur open voor de duurdere gezondheidszorg in de volgende lijn. En dan kun je het eerste jaar bezuinigen en dan denk je na in het eerste jaar van ja, kijk, ik heb mijn doelstellingen gehaald. Maar het jaar erop krijg je de rekening van de volgende lijn terug en die is twee keer zo hoog. Dus het is gewoon stom. Het is stom. Ja. Oké. Okay. Nou, daar houden we het op. Ja, prima. Ja. Zoals ik net al vertelde, is de rode draad in je leven geneeskunde, fotografie, muziek en automatisering. Ja, zo ongeveer. En de geneeskunde speelt zich af in de sociale geneeskunde. Je bent sociaal verzekeringsarts geweest. Ja. Wat doet een sociaal verzekeringsarts? Toen ik begon was het vooral een stuk begeleiding van mensen met een handicap naar voorzieningen, woningaanpassingen en dat soort zaken. Ook begeleiding naar werk, naar aangepast werk. Later werden dat soort functies eruit gehaald, dat ging meer richting gemeente. En bleef in feite nog het stukje WO, WIA en keuringen en dergelijke bleef over. Later heb ik een aantal jaren ziektewet gedaan. En tussendoor nog escapes gehad richting management. Met staffuncties en ook managerfuncties. Ja, ja. Dat soort initiatieven, zo UWV en zo, zijn dat nou overheidsinstellingen, semi-overheidsinstellingen of zijn dat particuliere initiatieven? Nee, het is een soort semi-overheid. En in de jaren 90, toen dreigde op een gegeven moment de hele organisatie over te gaan naar een soort particuliere organisatie. Toen werd het echt leuk, dus had ik ook in directiefuncties. Ja. Je zou de vrije markt op gaan en er heeft een nieuwe regering ineens weer een knop omgedraaid en toen ging het dus allemaal weer terug. Ja. Dat is een speelbal van de politiek. Dat is natuurlijk het probleem, dat je elke 4 jaar een nieuwe regering krijgt die weer opnieuw het wiel wil gaan uitvinden. Ja. En dat blijft natuurlijk een probleem. Ja, helaas. Ja. Ja, dat is zo. Net zoals een bestuur bij een vereniging. Het volgende bestuur gaat weer van vooraf aan beginnen. En zo blijf je. Dat gebeurt wel eens, ja. Ja, ja. Je hebt ook een bedrijf in automatisering. Ja. En het leuke is dat er wel een link is naar de geneeskunde, ja, en naar alles wat met gezondheidszorg te maken heeft. Nou, vanuit mijn werk in de verzekeringsgeneeskunde werd ik geconfronteerd met slechte systemen. Systemen die niet liepen of er gewoon nog niet waren. Toen ben ik systemen zelf gaan bouwen. Je begint klein, met kleine dingetjes. En eigenlijk ligt de oorsprong nog wat vroeger in muziek. Als muzikant heb ik leren programmeren. Nou, je gaat programmeren binnen je werk en ik heb op een gegeven moment een aantal verschillende systemen gebouwd. Een rapportagesysteem voor artsen en uiteindelijk ook een volledig elektronisch patiëntendossier. En wat gekoppeld is aan een medisch dossier en een niet-medisch dossier die beide weer met elkaar communiceren. En ja, dat is een stuk ontwikkeling die ik doorverkocht heb en waar mijn bedrijf hoofdzakelijk op draait. Ja, dat is je bedrijf. Want je doet nog meer en zoals muziek maken en dat heb je ook gedeeltelijk commercieel gedaan. Althans, kostendekkend, commercieel. Kostendekkend, zullen we daar maar op houden. Muziek was een hobby en is het nog steeds. Ik heb nu de laatste paar jaar
te weinig tijd ervoor gehad, dus dat is even wat in de koelkast. Maar hier in Anneke heb ik ook heerlijke optredens gehad en ik speel met name saxofoon en ik vind het heerlijk om te doen. Ja. En dat is ook de wieg geweest voor het programmeren. Ja, dat is hartstikke leuk. We hadden het over specialismen in de gezondheidszorg en jij zei superspecialisaties is een ramp voor de gezondheidszorg. Waarom zeg je dat? Nou, superspecialisme kun je soms nodig hebben omdat je echt hele specifieke taken gedaan moet hebben. Maar het grote risico zit erin dat je verkokering krijgt. Hè? Dus dat het blikveld heel smal gaat worden. En dat alleen maar problemen herkend gaan worden die op dat eigen hele smalle terrein liggen. En we zullen in de hele gezondheidszorg altijd generalisten moeten houden. De huisarts is daar een voorbeeld van. Maar ook binnen de chirurgie, ook binnen de orthopedie zullen mensen moeten blijven die echt ook generalistisch kunnen denken. En niet alleen maar vanuit een klein kokertje door de brievenbus kunnen kijken van dat is mijn probleem. Ja, ja. Je bent ook nog traumaarts. Ja en nee. Wat sport, doet een traumaarts? Spoedeisende hulparts. Spoedeisende hulparts. Wat ik doe, dat is vooral bij snelheidswedstrijden, dus auto en motor, sport, cross, race, dat soort zaken. Daar richt ik een spoedeisende hulp in, met alle materialen. En ik zorg voor de eerste opvang van patiënten die dus, een rijder die crasht en die heeft iets ernstigs, dan is voor mij de opvang. En de bedoeling is, en daar heb ik dan ook een opleiding in gehad, om iemand binnen 8 minuten te stabiliseren. En zo stabiel te maken dat die geschikt is voor vervoer met een ambulance of met een traumahelikopter. Ja. En daarnaast zeg maar de eerste opvang van gewondenzorg, dus fractuurbehandeling, stabilisatie en wat hechtwerk, wat klein plak- en pleisterwerk. Ja. En je hebt dus een volledig ingerichte auto met allemaal spullen en apparatuur die je daar dan neerzet. Ja, nou, mijn auto is niet ingericht, maar ik heb alles in de garage staan in koffers. En als ik dan zo'n wedstrijd heb, dan gaat alles achter in de auto. Daar gaan de koffers eruit en ik zet ze zo in volgorde neer en dan heb ik alles klaarstaan. Ja. En de vereniging die dit organiseert, die zorgt voor een tent en dat soort zaken? Ja, sommigen hebben een tent, maar er zijn ook die hebben een soort eerste hulppost, een unit, een soort container die ingericht is met een bed, met een materiale plek en dat soort zaken. Maar dat wordt niet vanuit de overheid georganiseerd, maar dat is iets wat een vereniging, een motocrossvereniging zelf moet regelen. Maar dat wordt afgedwongen door de bonden. Er zijn een tweetal grote bonden op motorsportgebied, maar je hebt in de autosport ook bonden. Die stellen eisen, wat moet er zijn, aan welke voorwaarden moet het voldoen en waar moet een arts aan voldoen. Wat voor een opleiding moet hij hebben, wat moet hij aan materialen bij zich hebben, wat moet hij kunnen. En de post, waar moet hij aan voldoen. Kijk, als je iemand in het veld hebt die met een plank of met een schep aan elkaar binnengebracht wordt, dan moet je wel een deur hebben waar je in kunt. Je moet een tafel hebben waar die op kan. Je moet je behandelmaterialen hebben. Je moet voldoende licht hebben om iets te kunnen hechten en dat soort zaken. Wordt daar nou ook weer, in Nederland wordt alles gecontroleerd, wordt dit dan ook weer gecontroleerd door overheidsinstellingen? Niet door de overheid. Niet door de overheid. Ik werk heel veel voor de KNNV, dat is een motorsportbond. En die hebben een eigen soort team waarbij een terugkoppeling is, waarbij je jaarlijkse terugkomdagen hebt, waarbij je ook je opleidingen krijgt. En die zorgen voor ook de facilitering in het veld. Een mobiele polykliniek waar je in kunt werken, daar zit alles in. Ja. Ik vergeet helemaal jouw onderdeel waar je ook nog actief in bent, dat is zelf cursussen geven. Ja, onderwijs. Onderwijs. Ik heb jarenlang ook meegewerkt aan het postacademisch onderwijs geneeskunde, dus organiseren van nascholingscursussen. En daar ben ik afgelopen januari mee gestopt. Ik vond na zoveel jaren is het tijd om op een gegeven moment toch het roer over te geven aan de ander. En dat stopt. Maar ik geef nog wel les aan EHBO-verenigingen. En ik heb in het verleden ook muziekles gegeven, zoals bijvoorbeeld aan Corné. Ja. Oh. Die komt straks. Die komt straks. Saxofoonles. Saxofoonles, ja. Hartstikke leuk. We hadden het ook in ons gesprek over hoe gaat dat nou als iemand een ongeluk krijgt en dan bel je 112 en hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Stel, ik ben gecrashed en ik wil per se niet naar het Radboud of per se niet naar het CWZ. Heb ik daar wat in te zeggen? Niet veel. Niet veel? Nee, het is de als er een melding wordt gedaan, dan komt u binnen bij de meldkamer. Ja. En de meldkamer
Die gaat de ernst van het ongeval beoordelen. Die beoordeelt, is er een ambulance nodig? Bij een hartinfarct 2 ambulances bijvoorbeeld. Of is er een traumahelikopter bij nodig? 2 ambulances? Ja, 1 voor de verzorging, andere voor... Dat zijn bepaalde protocollen. Oké. Naarmate bijvoorbeeld iemand met ernstig hersenletsel... die ga je niet in een ziekenhuis leggen waar geen neurochirurg bij is. Ja. Die moet je dus leggen in een ziekenhuis waarvan je weet... als zich een complicatie voordoet... kan onmiddellijk een neurochirurg erbij komen... om een druk in de hersenen te ontlasten. Dus dat bepaalt al waar je naartoe gaat. Ja. En op de Radboud is dat wel. Bij het Canisius zit hij om de hoek en is eigenlijk ook aanwezig. Maar bijvoorbeeld het Maas ziekenhuis dacht ik weer niet. In Tiel weer niet. En bijvoorbeeld in Arnhem ook niet. Ja. Dus als je daar een ernstig neurologisch letsel hebt, schedelletsel, dan ga je door naar de Radboud. En dat beslist dan de meldkamer die daar een protocol voor hebben hoe dat precies plaats moet vinden? Ja, die hebben een protocol en die overleggen dat meestal tijdens de rit met de ambulance. Van we hebben dit en dat geconstateerd, dat is er aan de hand. En we gaan die zorgketen in beweging zetten. We gaan naar een hoog level ziekenhuis. Maar een gebroken been, één enkel letsel aan een been, ja, dat mag ook naar een ander niveau ziekenhuis. Een gewoon ziekenhuis, ja. Fotografie? Doe je daar ook nog wat commercieels mee? Of niets commercieels. Nee, dat is een grote hobby van mij. En ik zie daar mijn toestel staan, D60. Ja, ik vind het heerlijk om te fotograferen. En ik heb het wel gebruikt ook in websites die ik ook heb gebouwd. Maar op dit moment vooral natuurfotografie. Macrofoto's van bloemen, planten en zo. En van natuur. Dat is echt een stuk hobby. Oké. Rembrandt, dankjewel voor je komst naar Café Anneke. En veel succes met alle disciplines waar je nog werkzaam bent. Want je doet het nog steeds met veel plezier, heb ik begrepen. Ja hoor, met heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel, Ruud.